Het gaat om de NSB'ers die ooit hebben samengewerkt met de Duitsers. 30 miljoen pagina's digitaliseren over Nederlanders die tijdens de oorlog kozen voor de Duitse kant. Het is een enorme klus voor een bedrijf uit Nijmegen dat de dossiers digitaal doorzoekbaar maakt. Vanaf 2025 is dit digitale archief voor iedereen te bekijken. Maar daarvoor moet er wel eerst nog het een en ander door de scanner gehaald worden. Het zijn dingen die uit de rechtbank komen van na de oorlog. Dat zien we allemaal erin terug. We zien de foto's erin terug. Het gaat om de NSB'ers. Die ooit hebben samengewerkt met de Duitsers. Die zijn we aan het digitaliseren. En tot 2025 mag dat niet openbaar worden. Voor het digitaliseringsproject werkt het bedrijf samen met het werkbedrijf. We werken hier met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die proberen wij te ondersteunen met kunstmatige intelligentie. Om ze voortdurend te helpen met bepaalde handelingen. Het scannen van de Tweede Wereldoorlog vind ik geweldig. Ik vind dat het moet blijven bestaan voor het nageslacht. Ik vind het heel belangrijk, want als je ziet hoe het in de wereld nou tegenwoordig is. Zulke dingen mogen gewoon niet vergeten worden. Wat er straks mogelijk is, dat je het kan doorzoeken. Maar door middel nu van kunstmatige intelligentie kunnen we straks ook archieven laten praten. Dus dan kunnen we ook een archief gewoon laten vertellen wat die allemaal weet. Vanaf 2025 worden de eerste stukken openbaar gemaakt en dan volgt de rest. En ook dan pas mogen de werknemers van het bedrijf er echt in kijken. Nou, mijn oma die heeft Canadezen in huis gehad. Dat is in ieder geval het verhaal. Ik weet ook dat uiteindelijk na de oorlog dat ze aan de deur hebben gestaan. Omdat er ook mensen uit de buurt waren die daar andere gedachten over hadden. En ik ben heel benieuwd naar het verhaal.